allemaal, het is weer tijd voor een vragenuurtje bij Fitnesstips. Vorige week hebben jullie vele vragen ingestuurd over voeding. En ik heb er 3 uitgekozen, die ga ik nu met jullie doornemen. De eerste vraag die is van Silke, waarom tarwe nou zo slecht voor je zou zijn? Nu zie je tegenwoordig heel veel verhalen voorbij komen in de media dat tarwe slecht voor je is. En dat wijten ze voornamelijk vaak aan gluten. Dat tarwe die bevatten deze gluten en die zouden niet goed voor je zijn. Daarnaast zie je vaak verhalen voorbij komen dat gluten je dik maken, dat het verslavend is. Nou, al deze verhalen zijn niet goed wetenschappelijk onderbouwd. En wat wel het feit is, als je gluten vermijdt, dus ook tarwe vermijdt, dat je veel voedingsstoffen misloopt die je wel nodig hebt. Mijn advies is dan ook van geniet gewoon lekker van je broodje of van je brinta, zoals je in je tweede opmerking liet blijken. Want tarwe kan je gewoon binnenkrijgen als je niet overgevoelig bent voor gluten. Het uitgebreide verhaal heb ik een artikel over geschreven en dat kan je terugvinden via deze link. De tweede vraag die is van Evelien. Waar moet je nou als krachtsporter op letten als je geen vlees eet? Veel mensen zien namelijk vlees ook als een bron van eiwitten om binnen te krijgen tijdens de training. En inderdaad, als je krachttraining doet, is het belangrijk om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Nou kan je als vegetariër deze eiwitten ook prima binnenkrijgen. Let er wel op dat je extra eiwitten nodig hebt, ongeveer 10% meer als een niet-vegetariër. En let daarnaast op de combinaties die je maakt. Dus als je peulvruchten eet, combineer deze dan met granen of combineer granen met noten. Zodat je al je essentiële aminozuren binnenkrijgt en zo ook volwaardig eiwitten. En op die manier krijg je voldoende eiwitten binnen. Daarnaast zijn er ook andere voedingsstoffen waar je natuurlijk rekening mee moet houden, zoals bijvoorbeeld ijzer. IJzer heb je ook een verhoogde behoefte aan en die kan je bijvoorbeeld halen uit groene bladgroenten, maar ook bijvoorbeeld als appelstroop of op je boterham. En daarnaast heb je bijvoorbeeld ook speciale roosvisé met extra ijzer. Hieronder is ook een link welke voedingsstoffen je meer op moet letten en hoe je die binnen kan krijgen. De laatste en de derde vraag die is van Rob en die vraagt wat kan je nou het beste nemen als een pre-workout meal? Nou, de beste pre-workout die kan je woensdag winnen met de winactie. Maar voor een pre-workout meal waar je dus eigenlijk naar vroeg, dat verschilt heel erg per persoon, maar is ook afhankelijk van wat voor training je gaat doen. Heb je nou alle tijd, neem je 2 tot 3 uur van tevoren je laatste grote maaltijd. Ga je cardio training doen, zorg er dan voor dat je voornamelijk koolhydraten binnenkrijgt voor die energie tijdens je training. Maar hou de eiwitten en vetten wat lager, dat je tijdens je training geen last krijgt van maag- en darmklachten. Ga je nou krachttraining doen, dan kan je prima eiwitten binnenkrijgen, bijvoorbeeld met een stukje kip. Zorg voor voldoende koolhydraten met bijvoorbeeld wat rijst en voldoende groenten voor je vitamines. Heb je nou niet heel veel tijd voor je training, ga je direct van het werk door naar de sportschool. Neem dan wel even iets kleins tussendoor dat je wel energie hebt tijdens je training. Bijvoorbeeld een sneetje brood of een banaan, een stuk fruit. Nou, dit waren in ieder geval de vragen van vandaag. Heb je vragen voor mij of voor de personal trainer, laat ze dan achter hieronder in een reactie. Dan nemen ze misschien volgende week tijdens de volgende vrijdag vraagdag wel mee. Doeg!